hoe vindt u het geworden hier? Prachtig. Gewoon uniek. Ik hoorde ook dat hij meer dan 13 meter diep is. Dus dat is nogal wat. Wat vindt u nou het mooiste aan de nieuwe sluis, als u dat zo moet bedenken? Nou, dat hij helemaal nieuw is. Dat er zo'n bijzondere deur zit die naar beneden zo open gaat. En dat vlak naast zo'n sluis uit 1932 of 1933, dat het oud en nieuw zo mooi bij elkaar staat. Het is vandaag 1 juli en het is zover. De renovatie en de nieuwbouw van Sluis Eefde zijn klaar. Dat betekent dat kan worden begonnen met het laatste deel van de werkzaamheden, de verruiming van de Twentekanalen. Vandaag vaar ik mee met schipper Peter de Ruiter om te kijken wat de verruiming voor zijn werk gaat betekenen. Wij draaien nu vanaf de IJssel het Twentekanaal in richting Hengelo. Dit schip is ruim 100 meter en 9,5 meter breed. En wij kunnen dus hier in het Twentekanaal 1700 ton laden. Wat vervoer je normaal gesproken? Wij varen altijd zout voor de bevoorrading van de Bayer-fabriek in Duitsland, vanaf Hengelo. En nu wordt het Twentekanaal verruimd. Kan je dadelijk misschien met een nog groter schip hier door het Twentekanaal heen? De schepen kunnen niet groter worden qua afmetingen. Het betekent wel dat de schepen meer diepgang kunnen hebben in het kanaal. Dus dat betekent voor al die schepen en ook voor ons gemiddeld vanaf 200 ton tot waarschijnlijk wel 500-600 ton per reis meer lading meenemen. En dat betekent dat wij ongeveer 8 vrachtwagens meer mee gaan nemen. Dat scheelt enorm veel verkeer op de weg. Enorm, want als je op de autobanen kijkt, ja, die zitten gewoon vol. Goedemorgen. Ja, we zitten ons komen net voor de kegelplaats. Wij zijn op het ogenblik al aan ons 15e jaar bezig op deze rivier en het Twentekanaal richting Hengelo. Gemiddeld doen we dit zo'n 70 keer per jaar op en neer. Dus 140 keer deze strekken. Wij zijn er helemaal aan gewend en wij doen het nog steeds met alle plezier. Wat is nou hetgeen waar je het meest van geniet in je werk? De vrijheid. De vrijheid en ook wel het omgaan met collega's. Maar vooral de vrijheid. Tot ziens. Tot ziens, hè. De volgende keer neem ik jullie mee naar aannemersbedrijf Van Heteren. En daar mag ik gaan bekijken hoe een speciaal mengsel van zand en klei op de kanaalbodem het water in het kanaal houdt.